Photoshop biedt de mogelijkheid om je foto op meerdere manieren tegelijkertijd weer te geven. Standaard gezien heb je je foto voor je en kijk je daarna. Ga je nou inzoomen, ik zoom bijvoorbeeld even in op de ogen, dan heb je daarnaast ja, geen overzicht meer. Maar Photoshop kan je dat wel laten zien. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen met de navigator via hierboven venster. En dan heb je daar navigator staan. Nou, krijg je hem hier los erbij, kun je hem eventueel nog wat uittrekken. En je kunt dan ook in en uitzoomen. En je zou hem ook hier standaard in de menuballen kunnen zetten. Wil je dan je foto verplaatsen, kun je gewoon hier dat rode vierkantje oppakken en verplaatsen naar een ander stukje. Maar er is ook nog een andere manier. Photoshop biedt je ook de mogelijkheid om je realtime te laten zien in meerdere vensters wat je doet. Je gaat vrij eenvoudig hierboven naar venster. En dan heb je daar ordenen staan bovenin. En dan heb je daar nieuw venster voor in dit geval dj 7478 bewerkt 2. Dat is de bestandsnaam. Ik kon het ook niet eenvoudiger maken. En als je daarop klikt, dan zie je dat ik hier opeens twee keer het bestand heb staan. Klik ik op die andere, dan is het exact dezelfde foto. Maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik ga op deze foto inzoomen. Ga ik dan terug naar de eerste foto. Dan staat die nog gewoon, ja, geheel in beeld. En dat kun je eventueel nog een keer doen. Dus ik ga weer naar Venster Ordenen. En een nieuw venster. En ik krijg dan de derde variant. En dan zou ik in kunnen zoomen op bijvoorbeeld de schedel. En waar komt nou de kracht vandaan om je foto in meerdere vensters te openen? Je kunt die vensters ook spreiden in je layout. Via Venster Ordenen kun je bijvoorbeeld zeggen: Van. Um, ik wil drie maal verticaal. Ik hou dan uiterst rechts mijn overzicht over. Ik hou in het midden mijn detail op het oog. En aan de linkerkant het detail op de schedel. En in ieder venster kan ik nu gaan schuiven. Stel dat ik bijvoorbeeld het middelste venster klik. De spatiebalk ingedrukt hou. En zorg dat er één oog in beeld is. En als ik een keer in het linker venster klik. Kan ik bijvoorbeeld ook zeggen dat de oogkassen van de schedel in beeld moeten zijn. En rechts hou ik gewoon het totaal in beeld. Ik sluit de navigator even af, anders wordt het te verwarrend. Wanneer ik nu iets aan de foto zou doen, als ik bijvoorbeeld een aanpassingslaag maak op curve, en ik verhoog mijn curve, dan zie je dat dat effect heeft in alles. Ik maak deze even wat kleiner, zodat we dat beter kunnen zien. Maar je ziet dus, als ik een bewerking doe, dat dat effect heeft in heel de foto. Als ik hem bijvoorbeeld donkerder maak, dan zie je dat. Alles donkerder wordt. Het is niet aan elkaar gekoppeld. Nee, het is gewoon één document wat je op meerdere keren laat zien. Nu vind ik drie vensters om mee te werken, wel wat omslachtig. Dus eentje sluit ik er. En dit vind ik wel prettig. Nu is deze verdeling mooi 50-50. Maar als je in het midden gaat staan, dan zie je dat je muiscursor op een gegeven moment pijltjes worden. En als je hem dan ingedrukt houdt, zou je hem nog kunnen verplaatsen. Ga ik nu dus iets doen, een lege laag maken bijvoorbeeld, en ik pak even een kwast en ik zou gewoon een witte lijn onder het oog zetten, dan zie je daar in de rechterfoto niks van terug, totdat ik mijn muisknop loslaat. Dan staat hij er daar ook opeens bij. En op die manier kun je dus gewoon heel precies werken in een foto, want je kunt echt gewoon veel verder inzoomen dan wat eigenlijk hoort, en je houdt ook nog gewoon bijvoorbeeld een overzicht op het gezicht. Want ik kan zeggen van laat hier alleen gewoon het gezicht wat closer zien. En dat maakt het dus mogelijk om gewoon in het linkerscherm in dit geval heel precies te kunnen werken en tegelijkertijd rechts ook nog het overzicht te hebben. En dat is altijd prettig natuurlijk. Heb je meerdere schermen, dan zou je ook nog die foto op een ander scherm kunnen zetten. Helaas is het een beetje ingewikkeld om dat te laten zien. Het programma waarmee ik deze filmpjes maak, uh, ja, is niet in staat om uh, op een verzoenlijke manier twee schermen te laten zien. Althans, ik ben er nog niet uit hoe dat moet. En momenteel gebruik ik ook maar één scherm. Maar gebruik je meerdere schermen, dan weet je dat je dit gewoon makkelijk in Photoshop kunt verschuiven. Nou, tot slot nog even, als je uh, klaar bent, zeg maar, als je denkt van al mijn bewerkingen zijn prima, wanneer je één bestand gewoon sluit, maakt niet uit welke. Dan gebeurt er op zich helemaal niks. Sluit je het laatste bestand af, dan vraagt hij opeens van: wil je dit opslaan? Ja of nee. Natuurlijk klik je dan op ja. Ik klik in dit geval even op annuleren, want deze laag hoef ik er niet bij te hebben. Maar tot zover dus even dit filmpje van deze hele handige tip. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.